Isham die nog steeds wacht op de eerste punten in eigen huis, nam het vanmiddag op tegen Osa Barako. Het moet te doen zonder de geblesseerden Kanangila, Gombami en Harvard. Frederik Olivier zet een schorsingsdag uit. Chris Marlon is de motor van een sterk Ishams wedstrijdbegin. Hij maakt het de Brakelse verdediging bijzonder lastig en kan ook een hoekschop afdwingen. Bij deze wordt het schot van Van Doorn afgeblokt. En in de herhaling zien we dat het inderdaad een aangeschoten bal is. Isham is de meest gedreven ploeg en komt dan ook op voorsprong. Marlon bedient Cornelis die niet aarzelt om de 1-0 binnen te trappen. Isham is nog enkele keren gevaarlijk en na stilliggende fases. De Ishamse aanvalslust wordt steeds gefnuikt door een Brakelse fout. En bij een Ishamse vrije trap is Van Doorn dichtbij de dubbele voorsprong. Ook op een volgende vrije trap komt Van Doorn opnieuw niet op het kader. Van Brakel kunnen we het eerste half uur een weinig tonen, gewoon omdat er geen dreiging was. Maar opeens volgt er een hoge voorzet die door Moreels vanuit een scherpe hoek wordt binnengekopt. Op slag van de rust volgt er nog een vrije trap voor de bezoekers. We gaan achter rusten met een 1-1 gelijke stand. We kregen in het begin van de tweede helft een iets feller opzettend Brakel te zien. Maar naarmate de eerste helft vorderde, kregen we twee aan elkaar gewaagde ploegen zonder veel kansen. Beide doelmannen werden weinig op de proef gesteld. Met nog een kwartier te spelen komt Isham op een nieuwe voorsprong wanneer Cornelis opduikt aan de eerste paal en knap binnenkomt. Isham lijkt schrik te hebben om deze wedstrijd te winnen en de daaropvolgende minuten worden de ballen gewoon vooruit getrapt zonder veel overleg. Brakel kan daarvan profiteren en het komt zeer snel na het Ishamse doelpunt op gelijke hoogte via Leroy. In het slotkwartier is Isham opnieuw de gevaarlijkste ploeg. Eerst trapt Pik maar net voorlangs en even later heeft de bezoekende doelman een puikenredding nodig op een doelpoging van Van der Wallen. Met nog een vijftal minuten te spelen krijgt de wedstrijd opnieuw een pijnlijke wending voor Isham. De bal wordt in de hand getrapt van Hugelier en de scheidsrechter wijst naar de penaltystip. Als we de beelden herbekijken, lijkt het of de bal wel degelijk achter het doellijn is wanneer de voorzet vertrekt en wordt die in de linkerhand van Hugelier getrapt wanneer deze de arm tegen het lichaam houdt. Hugelier krijgt nog een hele kaart bovenop en Brakel profiteert optimaal en komt op voorsprong. Er rest
nog weinig tijd voor Isham om iets terug te doen. We kregen een vrije trap en horen vanuit de tribune Schaldemans schreeuwen om een strafschop. De fout is echter te licht om daarvoor te fluiten. Meteen daarna scoort Isham dan toch de gelijkmaker. Onderaan zien we een dansende ballenjongen die denkt dat gerechtigheid is geschied. Maar nu is het de lijnrechter die het doelpunt afkeurt voor buitenspel. Opnieuw zeer betwistbaar en in het nadeel gefloten van Isham. De scorende Huguelier komt voor een derde maal in de belangstelling. Ditmaal krijgt hij een rode kaart aangesmeerd voor een fout na een tegenaanval. Er volgt nog een knappe redding van Ronse, doch Isham incasseert opnieuw een pijnlijke nederlaag. Het beste paard kreeg je al voor vandaag. Ja, we wisten perfect de kwaliteiten van Brakel en we wisten hoe dat we die gingen opvangen. We hebben dezelfde spelwijze gehanteerd zoals we tegen Denderland hanteerd. Het middenveld goed sluiten en proberen snel eruit te komen. Dat lukte weliswaar in een aantal kansen, via Chris Marlon vooral. En dan uiteindelijk via Thomas Cornelis die 1-0 kunnen maken. Jammer genoeg kunnen we niet lang genoeg profiteren van die voorsprong. En komt er terug een center aan de tweede paal die binnengekopt wordt. Nu de tweede helft wisten we dat we dezelfde spelwijze moesten hanteren. Omdat ze toch kwetsbaar waren in onze omschakeling. Maar uiteindelijk, ja, na een terug mooi doelpunt van Thomas, konden we voorsprong niet vasthouden. En zijn we het laatste nog de boot ingegaan door een vermeende penaltyfout, zal ik het zo zeggen. En werd ons gelijkspel niet beloond met een buitenspeldoelpunt. Ja, eigenlijk de nederlaag is zeer zwaar omslikken. Eigenlijk. Als je de fasen ziet op beeld, we hebben ze allemaal gekeken naar juist. Ja. Zowel de strafschop of het afgekeurde doelpunt lijken zeer betwistbaar. Ja, wel, het probleem zit eigenlijk in het feit dat we vroeger dezelfde problemen hebben gehad. Tegen Bornhem en tegen Dender toch voorgekomen, Oudenaarde ook voorgekomen. En dat we eigenlijk met te weinig punten staan. Dus dat we met een stukje meer punten kunnen misschien meer relativeren. Maar nu is het een stukje moeilijk om altijd maar te slikken dat het net niet is. Maar we blijven positief en hopen op de toekomst. Ik denk dat er wel muziek in zit met deze jonge groep. Ik denk dat dat wel in orde komt. Ja, en over de wedstrijd terug zelf. We komen op voorsprong een kwartier voor het einde. En het lijkt er wel op dat Isham schrik heeft om te winnen. We beginnen dan opeens de ballen gewoon weg te trappen achteraan. Ja. De pressing kwam een beetje hoger van hen. En we konden de bal niet meer goed vasthouden vooraan. Toch nog met enkele kantjes. Maar je ziet dat we daar nog een stuk moeten groeien. Dat we die bal moeten kunnen houden. Dat we het spel moeten kunnen bevriezen. En dat we af en toe een keer de bal in de tribune moeten shotten. In de plaats van beter te voetballen of proberen mooi te maken. En dan zien we op dergelijke fase toch wel de boot ingaan, hoe jammer dat ook is. Maar we leren daaruit. Ik denk dat we moeten verder doen en op bepaalde momenten moeten beslissingen nemen, zoals de bal vasthouden of buiten shotten, dat we daar verstandiger moeten in worden. Ja, positief is wel dat de concurrentie in de spelersgroep iets groter is geworden. Prima prestatie vandaag van Chris Marlon en Mullenbroek. Ja, super. Ik moet zeggen, de twee jongsters op de 2 en de 5 hebben het nu wel goed gedaan. Stijn en Louden vond ik excellent in de midden. Olivier is er aan het komen. Had wat blaren met de nieuwe schoenen. Maar Chris Marlon inderdaad. En Aaron pikte terug zijn niveau op. Dus dat is alleen maar positief voor de toekomst. Hopelijk blijven Ruben en Marijn niet achter. En hopen zij dat die kans snel komt en dat ze terugpakken. Ja, een blik op het klassement leert ons dat het volgende week eigenlijk, volgende week mogen we niet verliezen. Ja, ik heb gisteren Torhout zien spelen. Maar gewond hier is altijd gevaarlijk. In de eerste 20 minuten creëren ze toch een drietal kansen, waardoor ze toch op een positieve wijze 0-2 kunnen voorstaan. Dus ik denk dat voorzichtigheid ons biedt om volgende week niet te denken dat het zomaar zal lukken. We moeten daarvoor oppassen en zeker de kwaliteiten van Torhout niet onderschatten. Oké, dank u wel en hopelijk iets meer geluk in het vervolg. Graag gedaan. Dank voor het kijken en graag tot een volgende KFCI TV.